Hallo, dit is Rick. Ik ben Thomas en vandaag gaan we naar Ben en Ruud. Viva la vida! Voor de zomerhit van het jaar, Ben en Ruud. Ik ben een groot fan van Ben en Ruud. Dit muzikanten Ben en Ruud. Ben en Ruud. Maar ze stoppen ermee. Als ik verdriet heb, of als ik ongelukkig ben. Goedendag, mijn naam is Ben. En mijn naam is Ruurt. En wij vormen samen het duo Ben en Ruurt. In moeilijke tijden, of als er niets meer valt te doen. Niet wetende dat iets gebeuren zal, onverwacht. We hebben elkaar leren kennen in 2005, geloof ik. 2006 was het. Oh ja, 2006, ja. 2006 op een sociale werkplek. Ja, ik zou bijna zeggen een arbeidstrainingcentrum voor werk. Maar dat is het niet. Het is een sociale werkplek voor mensen met een licht verstandelijke en verstandelijke beperking. En toen in 2016, toen zei Ruud tegen mij van, Ben, wat vind je ervan als we met z'n tweeën een zangduo gaan beginnen? Ja, en toen ben, bedacht... Ben en Ruud. En toen... En toen bedacht Ben daarvoor de naam. En, we moesten nog een naam bedenken. Toen zei ik van, doe maar Ben en Ruud, net als Ben en Jerry is. 'S Nachts in de buitenlucht, wachtend op de winterwind. Totdat ik bibber van de kou en niets meer kan zien. Maar jij geeft mij de kracht om op te staan en vertelt me wat ik moet doen. Vergeet je pijn. Later samen met het Nederlandse televisieprogramma Niks te gek samengewerkt. Een programma waarin mensen met een verstandelijke beperking hun droomwens konden laten uitkomen. Mijn wens was toen om het een van mijn favoriete bands, een eigen nummer en een van mijn nummers in hun stijl op te nemen. Dat werd dus het nummer Stairway to Heaven, wat we later qua titel aanpasten in de titel Forevermore. Dit was omdat Epica had mij... Dus ze hadden mij aangeraden om die titel aan te passen, omdat ik anders misschien wel in de papiernood en rechtszaken zou belanden met Led Zeppelin, omdat zij ook een nummer met de naam Stairway to Heaven hadden. En het is inderdaad daarom ook beter geweest om die titel te veranderen naar Forevermore. Dat Ruud, is toch gebeurd. Ruud. Nu even over ons twee als zangduo, ja, want je hebt het nu over Epica ja, en klopt. Heel veel metal bands of zo, maar ja. Eigenlijk ja. Zijn wij hier. Voor ons. Over onze carrière. Ja, klopt. Dus laten we het eens even over hebben over een keer Viva la Vida. Ja. Siempre que te miro, me olvido de todo. Cada vez que pienso en ti, siempre resulta bueno. Come on! Viva la Vida, dat werd ook spontaan hit. Hit net als Baila Baila. Ja, klopt. En dat is gewoon fantastisch. Ze hebben er wat geluiden bij gedaan van yeah, come on. En met je mental Tio achter ja. En die geluiden. Ja, en Charlie Lonois. En Charlie Lonois achter, een beetje dat idee erachter. En toen het nummer klaar was, toen dacht ik bij mezelf van, dit heeft ook wel weer wat happy hardcore achter. En toen dacht ik van ja, als die clip wordt opgenomen, zodra die clip aan de gang is, dat de cameraman ons filmt, dan ga ik een beetje erin hakken en tong uit de mond, de hand op de hoofd, een beetje dat gabberen, te gabberen en zo. Ja. Op een gegeven moment toen werd het te veel, toen werd het te druk en zo. Toen kwamen er heel veel optredens en heel veel boekingen en fans moesten van alles van ons. En dat wilden we eigenlijk. Toen kwam ik niet aan mijn rust toe, ik kwam niet aan mijn huishoudelijke taken toe. En je werk. En ik kwam te laat op mijn werk en zo. Omdat ik dan, als je dan weer in het weekend een optreden had, dan kwam je dus 6 uur of 7 uur in de ochtend thuis. En dat moest niet. En dan moest je nog eens een keer slapen. En,
en dan kleine oogjes en oververmoeidheid. En dan kwam je oververmoeid op het werk. Vamos a nadar ahora. ¿Quieres quitar de la reina? Que viva la vida. Het leven is zo mooi. Te quiero mucho, baby. Van Ben en Ruud mochten wij ook mee naar een afscheidsconcert in Tent op de Haven. Nou, we zijn vandaag dus bij Tent op de Haven in Den Oever voor ons afscheidsconcert. We gaan er ontzettend veel plezier van maken en echt een groot feest. Okay, we zijn dus backstage. En zoals je kunt zien zijn ook de bouwtruckers al gearriveerd. De bus staat goed hier. Hier naar binnen hoor. Hier naar binnen. Ja, we gaan wat te ver, maakt duidelijk mij helemaal goed. Dus. Vanaf 1 januari 2018 wil ik stoppen met het duo Ben en Ruud. Dat wordt me veel te gek. Laat ik het zo zeggen, ik kan het niet aan. Ik kan het niet aan, het wordt te gek, te veel. En Ruud die maakt trouwens zulke goede muziekbanden. Die muziekbanden die hij maakt, jongens. Echt, die staan gewoon aan. Die DJ van 3FM die heeft gezegd dat die muziekbanden die Ruud maakt, die Duits, Frans Bauer is er helemaal niks met zijn muziekbanden. Dat heeft echt waar. De DJ van 3FM heeft dat gezegd. Dat Frans Bauer daar niet aan kan tippen met zijn muziekbanden. Nee. En ik vind dat Ruud die muziekbanden zo sterk maakt dat als je dan op het podium staat, op een live optreden, groot evenement. Dan klinkt het net als een echte band. Ja, dan gaat dat zo in je hoofd en door je oren en dat moet je wel aankunnen, weet je wel. Ja. Dat is echt voor hele professionele, ja, voor groot artiest. Ja. Dat zijn die muziekbanden die hij maakt, dat is echt dat is echt studio kwaliteit. Terug bij Tent op de Haven zijn Ben en Ruud zich aan het warm zingen. En dan is het eindelijk zover. Ben en Ruurt mogen optreden. Tijd om te feesten! Vamos a la fiesta! Dans met ons mee! Baila con nosotros! Woo! Deze zomer wil ik heel graag dansen met jou. Ja, moet gauw komen, want ik vind jou echt een mooie vrouw. Ik pak mijn kans, want ik wil heel graag dansen met jou. Ik geef jou chance, bij jou sta ik echt nooit meer in de kou. Een hitte golf, met zijn verzochte golven deze dag. We maken ons en wij gaan zwemmen met een blije lach. Een mooi terras, una terraza, waar wij drinken halen aan de playa. Geef ons de kracht, nos da fuerza, baila, baila. Het dagelijks leven voor ons als Ben en Ruurt. Ben die werd bij de catering van Talant in Steens. Klopt, dat is een catering, een restaurant is dat. En dat is een Steens. Het is ook een sociale werkplek en dat is wel leuk om te, dat vind ik wel hartstikke leuk om te doen in de catering. En ik ben er van maandag tot met vrijdag. Ja. Okay.
quiero bailar contigo. El frío se desvanece cuando estás conmigo. Nou, door de week werk ik zelf natuurlijk bij, heb ik momenteel 3 banen, maar binnenkort, waarvan eentje momenteel vakantie is. En na de vakantie heb ik gewoon weer 2 banen. Ik werk namelijk bij openbare basisschool De Jint in Stiens, vlakbij waar Benjamin woont. Oh ja, dat klopt, ja. Dat weet je. Ja, klopt. Ja. En bij de Paperclip werk ik momenteel, dat is een copy shop voor mensen met een beperking. Daar werk ik momenteel tijdens de vakantie nog 2 dagen per week. Daarnaast heb ik ook een andere dagbesteding in Chalbert. Het is de scouting, dus niet met OU maar AU van mensen met autisme. Daarin kunnen mensen met autisme zich voornamelijk richten op hun talenten. Daar kunnen ze zich dan in verder ontwikkelen. Ik wil graag iets doen met Spaans, Español en muziek, la musica. Verder hebben we wel ontzettend veel plezier in ons leven. Ja. Als ik een lied schrijf, dan voel ik me happy en kan mijn mooie dag niet meer stuk. De melodie krijgt ook echt de juiste plekje en als ik zing voel ik... De pagina van Jezus was slecht, die jongen heb ik gesproken, dat is Niels. Niels is dat, van die website? Van die pagina. Die zei van dat het een woordgrap is. Dat ze altijd van die woordgrappen op hun Facebook hebben, net zoals Jezus was slecht. Dat betekent eigenlijk dat een nummer zo goed is dat het gewoon weer helemaal slecht is. Dus dat is een woordgrap. Dus ze hebben allemaal van die woordgrappen op hun, op hun site staan. En daarmee zijn ze ook heel bekend. Ze hebben zoveel volgers. En als mensen bijvoorbeeld rare negatieve gaan lopen spreken over ons, die negeren we dan gewoon. Over. Dan zijn de mensen goed in hun sas. Als ik mijn zangact de show goed betover, dan zijn de duimen groener dan het gras. Onze platen zijn in aantocht, dus deentjes worden... Tuurlijk, kijk maar. Hey jongens. Nou, hoe vond jij het? Jongens. Een waardiger afscheid kan je niet hebben als duo samen in deze tent, toch wel? Ja, absoluut. Wat een publiek, hè? Ja, zeker. En toen jij je shirt uitrok, de mensen gingen helemaal los. Oké. Jij had erover nagedacht, hè? Ja. Jij denkt, ik laat de knoopjes los, ik gooi hem uit en iedereen gaat uit zijn dakterras. Absoluut. Ja, het was echt lekker. Het was echt een top optreden, jongens. Ja, dan kan ik ook een beetje mijn sex appeal laten zien. Ja, maar dat heb je wel. Tim. Ik ben ook wel nieuwsgierig wat Tim ervan vond. Ja. Tim. Ja, wat was jouw reactie op dit optreden? Nou ja, ik had wel veel van jullie verwacht, maar dat het zo los zou gaan, dat was vet, hè? Sorry, maar wat zegt hij, Ruud? We gaan niet zo deze kopen, hè? In publiek. Oh ja, dat is wel belangrijk, hè? We moeten deze verkopen. Oké, nou. Ja. Dat zie je. Nou, kom maar mee, En zo gaat het met die jongens, hè, Ben en Ruud. Sta je met ze te praten, worden ze gewoon weggekaapt voor cd's verkopen. Want met Exposure kan je de huur niet betalen, maar met een paar cd's wel. Muziek is ons leven. In voorspoed, maar ook tegenspoed. De platen doen herinneringen en leven. Wij doen echt onze uiterste best en zo voelen wij ons goed. Muziek is ons leven, in voorspoed maar ook tegenspoed. De platen doen herinneringen en leven. Wij doen echt onze uiterste best en zo voelen wij ons goed. Vond je dit nou een leuke video? Vergeet je dan niet te abonneren en laat een blauw duimpje achter. Tot volgende week. Hoi!